leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ga jullie de nieuwe producten van Essence laten zien, of althans een aantal nieuwe producten van Essence. Eerder nam ik ook al een video op met de nieuwe producten van Catrice. En nu is het tijd voor de producten van Essence. Essence heeft net als Catrice twee keer in het jaar een assortimentsupdate. De eerste die vindt plaats in februari voor de producten voor het voorjaar. De tweede is in augustus en dat zijn de producten voor het najaar. Het is altijd een beetje verschillend hoe snel een collectie in de winkel ligt bij het Kruidvat of Trekpleister. Ik weet ook dat niet ieder Trekpleister filiaal een Essence assortiment heeft. Maar over het algemeen, eind augustus, begin september moet alles in de winkel liggen. En ik heb ook een aantal producten kunnen scoren van de nieuwe collectie. Zoals ik ook al in de video van Catrice vertelde, heb ik niet meer zo'n groot assortiment van het Kruidvat voor Essence. Dus ik kan niet de allerluxe producten, die kan ik niet meer proberen. Misschien dat ik nog eens in de grotere Kruidvat kom, dat ik er nog eens wat producten van kan kopen. Maar voor nu ging dat dus niet. Ik heb wel weer mijn make-up tasje gevuld met nieuwe producten. En het leek me wel leuk om die eventjes aan jullie te laten zien. Ik ga de producten niet testen, maar ik laat ze gewoon zien. Lijkt het je leuk om toch een aparte video te zien over een product? Of dat je denkt, goh, ik zou het leuk vinden als je er een make-up look mee maakt. Laat het dan maar eventjes weten bij de comments, want dan kan ik hier een aparte video over opnemen. Dus ben jij benieuwd welke producten ik heb kunnen scoren uit de nieuwe collectie van Essence? Kijk dan zeker even mee met deze video. Ik ga de producten een beetje random uit het tasje halen. En ik begin met een product dat bovenop ligt. En dat is de I Need a Miracle Volumizing and Straightening Mascara. Plus Lash Tinteling Complex. Het is deze mascara. Ik vind de huls best wel apart. Hij heeft een beetje een aparte vorm. Dit heb ik nog niet zo vaak gezien. Deze mascara die belooft een miracle volume. En lengte en een tint for your lashes with every stroke. Oké. Hij belooft heel veel. Of hij het doet is een tweede. Ik heb de producten zelf natuurlijk nog niet getest. Dus ik weet dat zelf ook niet. We gaan wel even het borsteltje bekijken. Die ziet er echt super uit. Ik hou van dit soort borsteltjes. Het is echt een heel fluffy borsteltje. Beetje een kromming zit erin. Ja. Goede haartjes, geen plastic in ieder geval. Hier hou ik wel heel erg van. Dit vind ik wel heel erg tof. Stinkt ook absoluut niet. Ja, gewoon mascara geur. Dat ruikt nooit super lekker, maar het is niet een hele chemische geur of zo. Ja, ik ben wel benieuwd. Ik vind de huls in ieder geval heel erg leuk. Dan heb ik een Melted Grow Liquid Lipstick. Dat is deze. Ik heb deze in de kleur 03 Copper Dropper. Hij heeft ook inderdaad een beetje een rood koperkleurtje, lijkt het. Hij belooft een hoog pigment te hebben. En de lippen een intense kleur te geven. Met één veeg, in feite. Dat staat er. Hij zou een folie matte metallic effect geven. Nou, ik ben heel erg benieuwd. Ik ga wel even naar het applicatortje kijken. Ah, dit is gewoon een heel basic applicatortje. Hoe ruikt dit? Wow. Dit is de applicator. Eigenlijk gewoon een heel basic lipgloss applicatortje. Maar het is dus een liquid lipstick. Dus ik hoop ook dat deze heel erg lang gaat blijven zitten. Ik vind het effect in ieder geval super leuk uitzien. Ik vind de kleur ook leuk. Ik ben heel erg benieuwd naar deze liquid lipstick uit de Melted Grow line. Dan heb ik een matte touch blush. Deze heeft de naam Teen Peach Me Up gekregen. En deze heeft een heel erg leuk patroontje, want er zitten kleine sterretjes in. Een matte super soft blush. Nou, dat idee had ik al dat hij heel zacht zou zijn. Dat zie ik een beetje aan de structuur. Voor een fresh look all day. Ik hoop dat hij een beetje pigment gaat hebben.
Dat is altijd een beetje de vraag. Want ik hou wel van een blush die eigenlijk wel voldoende pigment heeft. Maar ja, ik vind het leuk gedaan. Die sterretjes die in de blush verdrukt staan. Ik vind doosjes ook wel leuk gemaakt zo. Het zijn altijd wel de standaard doosjes bij Essence. Maar dat geeft niet. Ik vind de textures die erop hebben gedrukt wel super leuk. Dus ik ben heel benieuwd naar deze blush. Dan heb ik een nieuwe liquid make-up. En deze heeft de naam hashtag InstaPerfect Liquid Make-up. Strong matte effect. En zou ook nog eens waterproof zijn. Hij zit in zo'n flesje. Het flesje vind ik dan niet echt super luxe of zo. De laatste nieuwe foundation die ze hebben uitgebracht. Die zat echt in een glazen flesje ook. Dus dan vind ik dit weer echt ja, een beetje een achteruitgang. Hoe werkt dit dan? Kijk, je moet het ook gewoon zo op een kwastje aanbrengen. Ik vind dat niet heel handig gedaan. Maar goed, het gaat dan wel weer om het product wat erin zit. Maar het is natuurlijk altijd wel fijn als het ook wel vermakkelijkt wordt door het aan te brengen. Ik heb hem in de kleur 10. En dat is de hashtag Cool Porcelain. Dit was de lichtste kleur volgens mij die ze hadden. Ik ga tegenwoordig voor de lichtere kleuren. Vroeger koos ik nog wel eens voor de wat donkere kleuren. Maar de lichtere kleuren die passen gewoon beter bij mijn huidskleur. Het zou een lichtgewicht make-up zijn met een strong matte effect voor een perfect skin tone. Long-lasting en waterproof. Mixable with other colors. Je moet hem wel goed schudden voor gebruik, staat hier. Nou, ik ben benieuwd. Over het flesje ben ik dan niet zo heel erg enthousiast, maar misschien is de foundation die erin zit wel super tof. Dan heb ik ook een nieuwe concealer. En dit is de Camouflage Plus Matte Concealer. Ik heb deze in de kleur Teen Light Rose. En hij belooft waterproof te zijn en tattoo covering. Nou, dat is natuurlijk altijd, hoe ga ik dit houden zo? Bijzonder als hij een tatoeage kan coveren. Want het zou betekenen dat hij echt een heel hoog pigmentatiegehalte heeft. Een ultra covering liquid concealer with matte finish. Covers instantly dark circles, blemishes en tattoos. Long-lasting en waterproof. Nou, daar ben ik wel heel benieuwd naar dan of hij een tattoo gaat dekken. Heeft ook een hele dikke applicator, zoals je kan zien. Dikker als ik normaal gewend ben. Hij ziet er wel heel dekkend uit, zo op het kwastje. Dus ik ben benieuwd of dat hij dat ook dan daadwerkelijk gaat doen. Ik ga het proberen. Ik kan het natuurlijk testen. Ik heb wel een tattoo die ik eventueel zou kunnen coveren. Dus dat ga ik zeker proberen of dat hij dat ook aan kan. Dus dat is deze concealer. Dan heb ik ook een nieuwe lipstick. En dat is de Velvet Matte Lipstick. Vorig jaar kwamen ze met een hele glimmende lipstick. En hij heeft dezelfde hulp, maar deze is dan mat. En dat kun je ook zien aan de onderkant. Want de glimmende variant heeft echt een hele glimmende onderkant. En deze is dan ook mat. Ik heb deze in de kleur 04. En deze heeft de naam Hungry Pink. Ik ben heel benieuwd. Hij ziet er inderdaad heel mat uit. Ja, vooral de bovenkant. De rest ziet er best wel glimmend uit. Maar op zich vind ik het er niet heel verkeerd uitzien. Ruikt ook weer super lekker. Ik was over die glimmende variant eigenlijk heel erg tevreden. Die vond ik echt heel fijn. Dat Essence logootje hierop vind ik ook wel heel erg leuk. Het straalt toch wel wat luxe uit. Het is handig dat ze ook weer voor een gekleurde dop hebben gekozen. Vooral als je meerdere van dit soort lipsticks in je stash hebt, is het gewoon handig dat je hem tegelijk uit kunt pakken. Ja, ik ben benieuwd. Ik hou van matte lipstift. Dus ik ben heel erg benieuwd of deze een mooi effect gaat geven. En of die ook een beetje lang blijft zitten. Dat vind ik zelf altijd wel een beetje belangrijk. Dan heb ik een primer. En dit is de Prime Plus Studio Mattifying Plus Pore Minimizing Primer. En deze heeft zwarte klei. Het is deze. Ze hebben deze in verschillende kleuren. In de kruidvat waar ik was hadden ze hem ook alleen echt in zwart. Kunnen we dit ook al zien? Nou, hij heeft een heel klein openingetje, dus we kunnen nog niet zien hoe die eruit ziet. Ik vermoed dat dit ook echt een zwarte primer gaat zijn. Even kijken wat er achterop staat, daar ben ik ook wel benieuwd naar. Het zou een lichte textuur hebben met naturele zwarte klei. En een matterend effect without whitening down the skin.
Uit jouw poriën minimaliseren. En ja. De textuur is gelukkig transparant, staat hier achterop. Dus het is niet dat we een hele zwarte gloed over ons gezicht krijgen. Dat is natuurlijk wel heel erg fijn. Ik ben benieuwd. Ik hou altijd van primers. En ik heb nog nooit een primer gehad waar ook echt klei in zit. Dus ja, ik denk dan gelijk aan mijn maskereffect. Maar misschien ligt dat aan mij. We gaan het proberen. Dan heb ik een nagellakje. En dit is de Glitter On Glitter Off. Dit is een peel-off nail polish. Deze heeft Catrice tegenwoordig ook in het assortiment. Ik heb hem in de kleur 03 Party Queen. Hierbovenop staat ook echt dat je hem heel makkelijk eraf kan trekken. Een heel erg glitterend lakje. Ik heb hem natuurlijk in de kleur roze genomen. Ik hou van roze. Maar ja, weet je, dat peel-off effect, dat kan wel super fijn zijn. Ik heb vooral met glitternagellak, vind ik het altijd heel erg lastig persoonlijk om dat van je nagels af te krijgen. Vooral als je aan de gang moet met nagellakremover. Ik vind het echt een ramp. Dus nou ja, het zou natuurlijk heel erg fijn zijn als dit gewoon werkt. En hoop ik ook wel dat het gewoon goed blijft zitten. Want vaak met peel-off producten laat het ook echt na een aantal dagen gewoon al los. En heb je er niet heel erg lang plezier van. Maar we gaan het meemaken. Het ziet er veelbelovend uit in ieder geval als je het mij vraagt. Leuk kleurtje, ik ben benieuwd. Dan heb ik nog twee mascara's. En dit zijn de Volume Hero mascara's. En ik heb deze in zowel de waterproof variant als in de Power Black. Dat zijn deze. Ze hadden natuurlijk eerder al zo'n soort mascara uitgebracht. En dit is dan een broertje of zusje drop. Als zo kun je het eigenlijk een beetje noemen. Deze mascara die belooft een powerful ultra black en volumized lashes. Nou ja, we gaan even de borsteltjes bekijken. Dat vind ik zelf altijd wel heel erg belangrijk. Oh, die is niet mijn type borsteltje, dat zie ik. Hij is van plastic, hou ik niet zo van. Korte haartjes. Maar misschien werkt het wel heel goed om er volume mee te geven. Het borsteltje wat achterop vermeld staat, dat deed mij toch iets anders vermoeden, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar goed, dit stond namelijk achterop. Maar dat is niet anders. Ik ga even kijken bij de waterproof variant. Maar ik ga ervan uit dat die hetzelfde borsteltje heeft. Ja, zie, dat dacht ik al. Precies hetzelfde als de gewone variant. Ik ben wel benieuwd. Ik vind de verpakkingen er zeker uitspringen. Want ze hebben ook een soort metallic. En ook weer dat holografische erin. Dus het kleurt lekker mee. En ik ben benieuwd of dat deze daadwerkelijk doen wat ze beloven. En of die ook echt dan waterproof gaat zijn. Dat vind ik altijd wel belangrijk als je waterproof mascara koopt. Of dat hij daadwerkelijk waterproof is natuurlijk. Dan heb ik een mono oogschaduw. En dit is de Melded Chrome Eyeshadow. Ik heb deze in de kleur 06 Copper Me. Heel klein doosje. Ik zal de kleur even laten zien. Rood-bruinachtig. Dat Melded Chrome, dat komt gewoon heel erg terug. Ik was wel benieuwd. Volgens mij past deze ook wel heel erg mooi bij die liquid lipstick. Ja, ik vind het er op zich wel heel mooi uitzien. Ik ben benieuwd naar het pigment. Een oogschaduw met een liquid chrome effect. Je moet een oogschaduwbasis gebruiken, staat hier, om deze oogschaduw aan te brengen. Dus ik ben benieuwd of dat deze wat gaat zijn. Normaal ben ik niet zo'n heel erg groot fan van mono oogschaduws, maar ik was naar deze wel benieuwd. Omdat dat melted chrome effect gewoon een ding is wat nu heel erg trendy is. En dan was ik toch wel benieuwd of dat dit ook een mooi effect gaat geven. Dan heb ik twee highlighter palettes. En dat zijn de Go for the Glow. Ik heb ze in twee kleuren. Allereerst deze. Dit is de Warmth. 02 de Warmth. En hier zitten dus warme tinten in. Heel mooi spiegeltje zit erin. En hier zitten dus warme tinten highlighter in. Ziet er heel mooi uit. Ook weer dat chrome effect. Ik hou ervan. Met een warmer metallic glow beloven ze. En ja, omdat je drie kleuren hebt, past er eigenlijk altijd wel een kleur het beste bij je gezicht. Je ziet ook echt wel dat ze goed glimmen. Dus op camera zal het iets minder overkomen. Dus ik ben heel erg benieuwd. Dat is dan deze. En dan heb ik hem ook nog in de 01 de Cools. En deze hebben dus koele tinten.
Oh, hij is al een beetje gebroken, zie ik nu. Oh, die moet ik even fixen, denk ik. Nou, die hebben dus inderdaad coole tinten, maar zoals je kan zien is deze gebroken. Maar het ziet er wel heel erg mooi uit, veelbelovend wel. Ja, ik ben wel benieuwd of het pigment van deze highlighters eigenlijk goed is. Deze heeft een cool en cosmic toon. Ja, en ook weer drie kleuren die eigenlijk meestal wel bij je gezicht passen. Dan heb ik ook twee eye en face palettes. En allereerst heb ik het Born Awesome paletten. Dat is deze. En hier zitten dus producten in voor je ogen en voor je gezicht. Ja, hele goede vraag dit jongens. Zo, 7 oogschaduwkleurtjes. En een highlighter en een blush. Dus dan zo. Ja. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ik denk dat dit de blush is. Dit zal de highlighter zijn en de rest is dan oogschaduw. Ik vind het niet heel erg handig aangegeven. Maar oké, het ziet er wel heel erg leuk uit. Dit is gewoon even mee spelen, denk ik, hoe dat in zijn werk zal gaan. En dan heb ik ook nog het Glam to Give a Damn paletten. Dit is dus ook zo'n, ja, eigenlijk hetzelfde paletten. Deze heeft 8 oogschaduwkleuren voor een matte en high impact effect plus 1 highlighter. Dit is dan de highlighter en dit zijn de oogschaduwkleuren. Deze heeft dan weer geen blush. Maar goed, ik ben benieuwd. Ik vind de doosjes wel heel erg leuk gedaan zo. Dus ik ben wel benieuwd naar deze producten. Dan heb ik nog een nagellakje. En deze komt uit de Cosmic Lights. Ik heb deze in de kleur 03 To The Moon and Back. Dat is deze nagellak. Ik zal hem even schudden. Ook weer roze. Heeft ook een fijne glitter erin. Dus ik ben wel benieuwd of dat deze heel erg mooi gaat zijn. Ik hoop het. Ik zie wel hier en daar dat hij al een beetje gebroken is. Dus vaak als je dat een beetje schudt. Eigenlijk mag je nagellak niet schudden. Maar moet je hem tussen je handen wrijven. Maar ja, schudden gaat zo makkelijker. Ja, het ziet er wel leuk uit. Echt hele fijne glitterdeeltjes zitten erin. Een metallic nail polish with a Nuke holographic glitter. That are shining in the light. Nou, ik ben benieuwd. Dit ziet er heel erg leuk uit in ieder geval. Dan ben ik toe aan de twee laatste producten en dat zijn twee oogschaduwpaletten. Allereerst heb ik het Be An Original paletten, dat is deze. Heeft de naam 05 Dare To Be Bold. En ja, dit zijn de palettes die wel heel erg breekbaar zijn. Maar deze heeft best wel felle kleuren. Veel pigment denk ik wel, het ziet er wel heel erg leuk uit. Het is wel een beetje, ja, je moet een beetje voor gewaagd durven gaan. Dat vind ik wel met de paletten. Maar hey, het ziet er op zich wel heel tof uit. Dus ik ben benieuwd. En dan heb ik het Make Your Own Magic paletten. En dat is deze. Deze heeft de naam 06 Dreams Are My Reality. En deze hebben we dan gelijk een wat zachtere kleuren. Dus ja, ik ben benieuwd. Ook wat glitter zie ik. Ziet er ook wel heel erg mooi uit. Dus ik ben heel erg benieuwd ook naar dit paletten. Hoe dit gaat zijn. Ziet er in ieder geval heel erg veelbelovend uit. Dus ik ben benieuwd ook naar het pigment van beide paletten. Dan waren dit alweer de nieuwe producten van Essence die ik met jullie wil delen. Ja, ik ben eigenlijk heel erg benieuwd om deze producten uit te gaan testen. Ik ben wel benieuwd of jullie al producten hebben getest uit de nieuwe productlijn en wat jullie ervan vinden. Mocht je het nou leuk vinden dat ik nog een aantal producten apart test in een video, laat het dan eventjes weten. Dan kan ik dat altijd nog eventjes apart gaan opnemen voor jullie. Voor nu wil ik je in ieder geval weer heel erg bedanken voor het kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren. Als je ook even op het belletje drukt, dan blijf je op de hoogte van mijn nieuwste video, zodat er een melding komt. Vond je deze video leuk? Doe dan even je duimpje omhoog. En dan hoop ik je bij een volgende video weer te zien. Doeg!